Merkel. Van der Water. Van der Water, die heeft een goed schot in zijn linker. En dan moet Pat nog optreden, ook omdat die bal op een rare manier zijn kant op ging. Van richting veranderd door Warmerdam. En een redding dus van Pat. Heracles zet vroeg druk. Waardoor Groningen voortdurend balletje breed doet in de opbouw. Nu eindelijk een bal door het midden op Schrek, de jonge Duitser. Als hij hem goed achterlangs speelt, komt hij bij Absalem. En dat gebeurt ook. Rustic, de eerste kans in de wedstrijd, een meter naast. Mooie paas van Schrek. Absalem. En Rustic die afdrukt. Hier is El Ankouri. Eén man kwijt. Nu Breukers. Dan schiet er dan maar. Dessers, Van der Water. Dit zou wat kunnen worden met Van der Water. Nee. Prupper. Ja, dat is wel een heel grote afstand. Zeer ambitieus. Hij kreeg een tik. Kiyomizoglu. Door zijn medespelers gemakshalve Kio genoemd. Ja, dit is een gemeen hoor. Van de Matusiwa. Daar is Matusiwa. Ik kan me heel goed voorstellen dat de scheidsrechter dat heel moeilijk kan zien en kan beoordelen. Maar goed, we gaan gewoon door bij 0-0. El Ankouri met Breukers voor zich. El Ankouri, dat is goed, dat is goed. Dat is prima, dat is weer niet goed. Want Prupper zit ertussen. Het lijkt tenminste ergens op, het heeft een bedoeling. Itakura. Rustic. Overname Kio en stuurt Dessers weg. Maar hij is alleen met de zes witte van Groningen in de buurt. Dan komt Mauro Junior er ook bij. En Konings. Ah, dat is een mooi schot en een mooie goal ook. Een hele mooie goal van Van der Water. Ja, hij heeft een mooie trap in zijn linkerbeen, deze... Van der Water, de vervanger, de opvolger van Kuwas. Het eerste serieuze schot van Heracles is raak. Shibora gaat op avontuur. Mauro Junior met een 2-0. Nee, wat een prima redding van Pat. Die is trouwens toch goed bezig hoor. Is het 200ste wedstrijd. De regen. Misschien dat dan Groningen gaat inspireren. Groningen mag nog een keer gooien met Absalem. Schrek. Mauro Junior gaat er nog een keer van tussen. Met Warmerdam nu. Absalem. Hij krijgt een tik in de vrije trap. Eigenlijk is dat het... voorkomen van een kansrijke aanval. En eigenlijk zou je daar gewoon een kaart voor moeten geven. Ja, het is alsof scheidsrechter Linda een oortje in heeft. Want Absalem krijgt inderdaad een gele kaart. De vrije trap van Merkel. Oh! Loopt goed af voor Groningen. Ben schot verlengd. Breukers in de problemen. En daar is de gelijkmaker al. Van Warmerdam notabene. De man die weg mag. Heracles protesteert. Er zou geduwd zijn tegen Benschop. Lindhout wil daar in eerste instantie niet van weten. Maar zal wel in overleg gaan met Zeist. De problemen van Breukers die daar in de fout gaat. En Warmerdam straft dat af.
nota bene de routinier Tim Breukers. Ja, volgens mij gebeurt hier niks wat niet mag hoor. Dit is Mauro Junior. Oh, lekker schot. Nou, dat belooft misschien wat moois voor de tweede helft allemaal dit. Korte corner met Van der Water nu. Merkel, dat wordt geduwd door Dessers weer. Dat is toch een kampioen duel hoor. Kijk, die Dessers is daar weer flink aan het duwen. Benschop wint weer van Prupper. En blijft ook liggen. Het spel gaat door met Elankouri. Elankouri op weg naar. Het spel gaat door met Sierhuis. En dan is het Ciborra die redt. Sterk begin van Groningen bij de tweede helft hoor. Konings na een foutje van Itakura en dat is minstens geel. Minstens geel. Daar blijft het bij. Ja, dat is gewoon van achter onderuit geschopt. En daar kan je ook een andere kleur voor trekken. Warmer dan Elankouri. Nee. Breukers. Merkel. Ciborra. Ah, lekker schot zeg! Ho, wat een goal zeg van Ciborra. Je zou zeggen een zondagschot, maar dit is een zaterdagavondschot. De linksback, de jonge Duitser. Heerlijk. Pat kansloos op deze geweldige knal van Lennart Ciborra. Sierhuis gaat eraf. En dan denk ik dat Groningen op een 4-3-3 gaat omschakelen met Elankouri naar de rechterkant, Koetmansen op links en Benschop in de spits. Er is een probleem bij Prupper. Oh nee, die zal het toch niet weer aan zijn knie hebben. Oh nee, dat gun je hem niet. Hersteld van een zware kruisbandblessure. Het zal toch niet waar zijn dat hij weer last heeft. Absalem, de linksback gaat eraf en daar komt de jonge Romano Postema. Rosman dus in de verdediging nu met Knoester. En Postema vooraan als joker voor FC Groningen. Ruim een kwartier nog. Elankouri. En Prupper dus. Na de afloop horen we wel hoe het met hem is. Afstand 23,4 meter. Rustig! Net niet. Benschop. Elankouri. Rechtop Lasmi. Dessers met de beslissing nu. Dessers met de beslissing, nee. Het zit erop. Hoor, 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 zouden ze in het Engelse lagerhuis zeggen. Fluitconcerten van de trouwe aanhang van FC Groningen. Dat er in de tweede helft alles aan deed. Maar Heracles Almelo wint hier. Door twee schoonheden van doelpunten. Van der Water en van Ciborra. Het was een treurige eerste helft, maar een boeiende tweede helft. Met een overwinning dus voor de ploeg uit Almelo. De eerste zege van Heracles in Groningen. 2-1.